Sylvia loopt met Tiki. Soepel. En ik ben wachtend. En ze zegt, neem die dan. Ja, nee. Ja, dat weet ik nog niet. Dan had ze weer een andere. Tycho's spullen alvast even passen. Dus dat zien jullie ook. Hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe video. Ik zit naast mijn zusje. Hey. En wij zijn nu eerst onderweg naar Tinky. Want die gaan we even buiten zetten. En dan gaan we naar Drachten toe. Want we gaan naar tentenkamp. Yay. En ja, ik ben er nog nooit geweest. Dus ik ben benieuwd of het echt wat is, of dat het niks is. Dus ja, nu onderweg naar Tinky. Ja, we zijn bij Tinky. Nou, Sylvie had een appel meegenomen, dus ja, ik krijg eerst de appel. Okay, Sylvie loopt met Tinky. Ja. Ja. Je mag lekker naar de buiten. Het is echt lekker weer vandaag. We lopen hier lekker naar de wei en ik loop met het zware geschut, want ik moet het hooi meenemen. Mijn Tinky is zwaar hoor. Oh, Tinky is weer helemaal blij dat ze naar de wei mag. Helemaal leuk. Oh god, ik ben even in beeld. Ja, sorry. Yo. Ja, dan mag ze lekker de hele dag buiten staan. Bij de wei. Oh, niet schrikken paard. Moet dat ding af? Ja. Ja. Wat voor stuk heeft ze ja voor zichzelf. Ja, lekker toch? Nou, geniet van je vrijheid, blijheid. Dan moet ik dat hooi. Huh? Broederschap. Oh. Ik wil weer filmen dat ik het hooi in de grond gooi. Hij filmt me hoor. Oh. Slecht. Ja. Geef ze hooi voor vandaag. Soepel. Dat is Exy. Wat een schat. Terroristpaard. Ja, lekker lopen. Dan lopen we weer terug naar beneden om onze zooi op te brengen. En dan gaan we in de auto. En dan naar Drachten. Lekker een uur in de auto zitten of zo. Yes. Jee, helemaal top. Nou, we zitten nu alweer een tijdje in de auto. En we waren om 12 uur al bij Drachten, want het was om 12 uur open. En we kwamen dan echt pas om 1:15 weg of zo. En gezien dat mens nu kon kiezen tussen een dekje. Dus het was echt. En ik maar wachten. En toen zei ik: neem die dan? Ja, nee, ja, dat weet ik nog niet. Dan had ze weer een andere. En toen was het weer een andere. En, maar uiteindelijk heeft ze er wel ingenomen. Die laat ze straks zien. Dus. En we zijn net nog bij de McDonald's geweest, want we reden erheen en toen, hey, die zit ook een McDonald's, dus op de terugweg langs de McDonald's. En dan moeten we nog 20 minuutjes rijden en dan zijn we bij ons huis. Yay. En dan gaan we een shoplog voor jullie opnemen. Nu bij Sylvia. Yay. En achter haar staat haar paard, Tycho. Die zit ook nog te kijken naar onze spulletjes. En dan gaan we even shoplog opnemen. En dan gaan we Tycho's spullen alvast even passen. Dus dat zien jullie ook. Wij zijn dus vandaag bij de Applejack geweest in Drachten bij Tentenkamp. En in de gewone Applejack. En we hebben een paar spulletjes gekocht. En op zich vonden we Tentenkamp dat eigenlijk best wel tegenviel. Maar ja, we hebben wel iets gekocht daar. Dus daar beginnen we wel even mee. Dus ik begin. Ik begin gewoon bij mijn... Ik weet niet of mensen deze dingetjes kennen. Maar dit zijn van die pizza munch dingetjes. En dat kan je gewoon voeren. En dat was 3 voor 12,50. Dus ik heb gewoon 3 gekocht. Want ja. Maar ja, dat vinden ze dus wel lekker. Oké. Okay. Oh. Nou. Oké. Okay. Ik heb ook. Hoi. Ik heb ook. De pizza munch dingetjes gekocht. Kijken. En de paarse. Ik heb niet de blauwe. Want die was. Weet niet, voor een beetje voor nerveusiteit of zo. Ja, relaxing. Maar ja. Zoals je kan zien, is voor hem niet echt nodig. Dus hij heeft gewoon lekker 2 gele. En een paarse. Geen idee wat het verschil is. Maar het zou wel lekker zijn of zo. En dan
Nee, dat is dus wat ik gekocht heb bij Utrechtse. En dan heb ik nog één dekje gekocht. Van, even kijken maar zo. Van Escadron. En hij is best wel lila roosachtig. En ik ben echt helemaal niet echt van roze zo. Maar deze vond ik op zich wel leuk. En was 40% korting, dus ja. Het mocht voor deze keer. Die heb ik daar gekocht. En ik heb dit dekje nog gekocht bij de centerkant. Lekker onder het zand. Een dekje van HV Polo. Ja, een beetje bruin-grijze kleurtje. Mooi voor de winter. En die was 20 euro. Nou, dat kun je niet laten liggen, toch? Ja, en daarna zijn we nog naar de Applejack geweest. En daar was 3 halen, 2 betalen. En dat was één drama om 3 dingen te vinden. Maar uiteindelijk is het gelukt. En ik heb een fles gekocht. Een blauwe, ook van Escadron. Dus ik zei Escadron. En op zich ben ik er wel blij mee voor straks voor de winter. Lekker mooi donkerblauw. Die heb ik gekocht. Dan heb ik een mooi halster met bont. Oh, draait. Mooi halster met bont vanuit Polo. Ja, eindelijk een keer een halster die hij met zijn grote hoofd waarschijnlijk gaat passen. Maar dat zullen we zo zien. Ja, die is heel lekker zacht. Mooi donkerblauw. Ik vind hem mooi. Ja. En ik heb een hoofdstel gekocht. Daar had ik natuurlijk wel een hoofdstel. Ik had die Rambo. En ik heb die vorige keer een keer een Mexicaanse hoofdstel gehad. Alleen die was al verrot. Dus ik dacht, hey, ik vind het wel leuk om nieuw te kopen. En deze heeft al van zichzelf een steentjesfrontriem. En hier zitten ook steentjes aan. Dus het best wel leuk is. Dus binnenkort ga ik hier weer een keer mee rijden. Wel weer in bruin natuurlijk, want ja, ik heb altijd bruin. En dan heb ik nog dit dekje gekocht. Ook van HV Polo. Mooi met dit, ik denk dat het deze ventilatie is. Zal nog goed wezen. Maar ook mooi donkerblauwe kleur. Past mooi bij het halster. En die staat me vast ook wel heel mooi. Doen. Kijk, we gaan er pas kijken. Hij wil zijn spullen. En omdat ik dan 2 hoofdstellen heb en ik ben gewoon lui, want ik heb geen zin om steeds bitten te wisselen, heb ik ook een ander bit gekocht. Normaal heb ik altijd 1 kop gebroken en nu heb ik dubbel gebroken. Kijk of dat ook wat is. Maar ik denk dat het wel fijn is. Ik denk dat dubbel gebroken wel fijner is dan 1 kop gebroken. Dus die heb ik gekocht. En dan als laatste heb ik nog een nieuwe peesbeschermers set gekocht. Ook weer in het donkerblauw. En dan hoop ik dat hij er een beetje mooi bij past. En dan hoop ik dat hij de achterpeesbeschermers past. Want dat is meestal nog een probleem bij onze grote ezel. Want hij is gewoon groot en lomp. Hij past bijna niks. Ja, en dan heb ik nog 1 dingetje. En dat is ook nog een dekje. En dat is deze donkerblauwe met grijs. Met bloemetjes waar ook een beetje groen in zit. En deze vond ik wel gewoon heel erg apart. Een keer wat anders. Dus yay! Ik ben blij met mijn aankopen. Dus dan gaan we nu even kijken of Tycho zijn spullen past. Dat gaan we even zien. Kijk eens, ja! En? Nou, het wil net, maar... Hij past net. Hij past. Hij past net. Hij staat op de grootste stand. Maar hij heeft echt gewoon zo'n groot hoofd. Hij past. Hij is er zelf nog niet zo blij mee. Tikkie, laat eens zien. Kijk, zo mooi. Klappaard.